Elektriciteitsmasten beklimmen, oerdom. Toezicht Kruidenwijk helpt bewoners. En honden aan de lijn door muskusratten. Goedenavond. Het is oerstom om in een elektriciteitsmast te klimmen. Als je pech hebt, val je ter plekke dood neer. Dat zegt een woordvoerder van elektriciteitsbedrijf Tennet, die het hoofdspanningsnet in Nederland beheert. Woensdag klommen twee jongens in zo'n mast in het Lumière Park in Almere. Een voorbijganger zag dat en maakte er een foto van. Volgens Tennet kunnen ze blij zijn dat ze het nog na kunnen vertellen. Dat is echt levensgevaarlijk. We hebben in Nederland zo'n 12.500, meer dan 12.500 masten staan. En die zijn 30 tot soms zelfs 70 meter hoog. Nou, die hoogte is gevaarlijk, maar er staat ontzettend veel stroom op. En dat is levensgevaarlijk. Want je hoeft de kabels niet eens aan te raken om een flinke stroomstoot te krijgen. Als je in de buurt komt van die bedrading, daar staat zoveel stroom op dat er een elektrisch veld omheen hangt. En dat kan overslaan op een lichaam. En dat is dodelijk. Gebeurt het nou vaak dat mensen erin klimmen? Dat gebeurt vaker. Wij weten niet precies hoe vaak. We hebben zoveel, zoals ik al zei, we hebben meer dan 12.500 masten in het land staan. Die houden niet allemaal in de gaten. Sommigen staan wel cameratoezicht op, maar echt niet allemaal. En soms wordt er melding van gemaakt als er ingeklommen wordt en soms ook niet. Dus we horen het wel eens terug. Maar ja, we hebben niet helemaal precies in beeld hoe vaak dat gebeurt. Maar het gebeurt vaker. Voor zover bekend is de afgelopen jaren niemand om het leven gekomen door zo'n elektrisch veld. Maar de kans is wel groot als je in de mast klimt. Tennet probeert te voorkomen dat mensen in de masten klimmen. Zo begint het laddertje van de onderhoudsmonteur pas op 4 meter hoogte. Een aantal winkeliers op Urk waarschuwt voor een Snapchatter die probeert jonge meisjes uit de kleren te krijgen. De persoon vraagt de meisjes via het sociale medium Snapchat om bikinifoto's. De Snapchatter noemt zich Esther Bakker en zegt namens kledingwinkels Cliff 18, The Corner of La Boutique, op zoek te zijn naar modellen. Door een foto te sturen zouden de meisjes in aanmerking komen voor een fotosessie. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat meisjes ook werkelijk op de uitnodiging zijn ingegaan. Wel is er een onderzoek gestart naar de praktijken van de Snapchatter. Bewoners van de Basilicumweg in de Almeerse Kruidenwijk zijn tevreden over de maatregelen die de gemeente neemt tegen overlast in de wijk. De gemeente laat nu meer agenten en handhavers door de wijk surveilleren. De bewoners voelden zich onveilig nadat er tot 3 keer toe ruiten waren ingegooid van woningen in hun straat. Jeugdboa's van Stadstoezicht Almere worden ingezet om de rust in de Almeerse Kruidenwijk te herstellen. Een aantal bikers hebben wij fietsen. Die zijn gespecialiseerd op de jeugdproblematiek. En deze collega's die doen de jeugd in de gaten houden, kijken in de buurt. Houden gewoon een oogje in het zeil om eventuele ellende verder te voorkomen. De jeugdboa's moeten voorkomen dat jongeren rond blijven hangen bij buurthuis Karwei als dat om 9 uur 's avonds de deuren sluit. Volgens buurtbewoners werden de ruiten steeds ingegooid kort nadat het buurthuis sloot. En daarom besloot de burgemeester tot extra inzet van speciaal opgeleide jeugdboa's. Heel laag gaan ze zo'n jeugdgroep in en dan proberen ze contact te maken, kijken wie zijn het, waar gaat het om en wat zijn ook de behoeften van de jeugd. Hè? Want we zijn niet alleen om te handhaven, maar ook te kijken van wat kunnen we voor de jeugd ook eventueel betekenen. Wat de jongeren er zelf van vinden dat ze nu vanuit het buurtcentrum de wijk in toe worden begeleid, nou daar ben ik vanavond niet achter gekomen. Want ondanks verwoede pogingen van mijn kant wilden de jongeren niet met mij praten. Helpt dat jullie er dan zijn? Je stukje veiligheidsgevoel en dat wij gewoon proberen samen met de jeugd en met de mensen in de buurt dat het gewoon rustig verloopt. En dat lijkt tot nu toe te werken. Buurtbewoners zeggen dat zij zich door de extra surveillance van zowel stadstoezicht als politie minder onveilig voelen. De extra inzet van jeugdboa's duurt in ieder geval 2 weken, aldus de gemeente Almere. Almere Vandaag verdwijnt in mei. De Telegraaf Mediagroep, eigenaar van de krant en website, gaat zijn huis-aan-huisbladen verkopen aan de uitgeverij BDU Media. Maar enkele bladen, waaronder de Almere Vandaag, vallen buiten die overname. De Almeerse medewerkers zijn vanmorgen ingelicht. Voor hen komt er een sociaal plan. Het was al langer bekend dat de Telegraaf Mediagroep van de huis-aan-huisbladen af wilde. Volgens een woordvoerder blijven door de verkoop aan BDU Media de banen behouden, maar dus niet voor de Almeerse krant. Het overlijden van de Urker brandweerman Lubbert Romkes 10 jaar geleden is gisteravond door de brandweer herdacht. Hij kwam op 25-jarige leeftijd om het leven bij een duikongeluk in de haven. Na een paar minuten stilte werd met brandweerspuiten een ereteken voor hem gegeven.
Romkes dook naar een auto met een pop op 6 meter diepte, maar kwam vast te zitten. De brandweerman werd bewusteloos naar boven gehaald. Hij overleed later in het ziekenhuis. Het was helemaal geen taak van de gemeente Almere om een groep Schotse hooglanders bij te voeren. Dat zegt het college van BMW op vragen van het CDA. Die wilden weten waarom de runder op het schiereiland Isla Bonita in de Noorderplassen deze winter geen eten kregen. De gemeente deed dat eerder wel, maar in het huidige contract met de eigenaar is afgesproken dat die verantwoordelijk is voor het bijvoeren. Volgens de gemeente heeft hij dat ook gedaan en is de gezondheid van de hooglanders nooit in gevaar geweest. Wie in Lelystad zijn hond laat zwemmen, kan dat op sommige plekken maar beter even niet doen. De kans bestaat namelijk dat de dieren terechtkomen in klemmen die bedoeld zijn voor muskusratten. Het waterschap waarschuwt hondenbezitters dan ook. Het Zuigerplasbos, een plek waar honden normaal gesproken los mogen rondlopen. Toch is daar nu op borden deze waarschuwing te zien. Houd uw hond aangelijnd en uit het water. Komt allemaal door deze rat, de muskusrat. Het gaat om ratten van ongeveer ruim een halve meter. Ze kunnen 2 kilo worden. En ja, ze graven veel. Ze hebben menigvuldige veel. En dat is de reden dat ze ook bestreden worden. Dat bestrijden gaat met vallen. Vallen waar ook honden op kunnen gaan staan. De vallen liggen weliswaar alleen in het water, dus de kans is klein. Maar het waterschap wil het zekere voor het onzekere nemen. Nou ja, ze zijn hier altijd los. En toen werd er gezegd dat het niet beter was van niet. Vanwege die muskusratten. Hè? Dus gaan we gewoon ergens anders naartoe. Naar het Geldershout. U zoekt een plek op waar die vallen niet staan? Ja. En dan kunnen ze toch lekker los. Het is niet echt een heel fijn gevoel, moet ik zeggen. Maar ja, we gaan er wel rekening mee houden. Nou, het is alleen in het water dat die vallen staan. Dus zolang je niet gaat zwemmen, niks aan de hand volgens mij. Nee, dan is er niks aan de hand. We gaan ook wel zo'n klein stukje los. Dan hopen we dat hij het water niet in gaat. Hè? Het aantal muskusratten is nu erg hoog, omdat bij wijze van proef in delen van Lelystad er 3 jaar lang niet op gejaagd is. Nu die proef is afgelopen, moet het aantal weer omlaag. De mensen hebben ons 3 jaar lang hier niet gezien. Dus voor de mensen is het ook weer even wennen. En we moeten daar ook weer eventjes met het publiek de weg in vinden. We hopen dat de populatie zo snel mogelijk onder controle is, dat de honden weer het water in kunnen. Almere is hofleverancier van het Nederlandse team dat meedoet aan de Special Olympics in Oostenrijk. Van de Almeerse schaatsvereniging doen 5 schaatsers mee aan het evenement voor mensen met een verstandelijke beperking. We zijn een paar jaar geleden begonnen met het schaatsen en voorzichtig beginnen. En nu staan ze hier al met veel oefenen. De schaatsers komen in actie in de Oostenrijkse stad Graz. Spaan vindt het vooral mooi als hij ziet dat de sporters genieten. Het is echt gewoon kicken als je dan je jongeren hier ziet rijden. Nou, dat geeft echt een boost. De Almeerders doen het goed, want de medailles stromen binnen. Dit is Almeerder Brian Proost. Hij wint hier goud. Ja, dit is voor jullie Almere, voor Lelystad en Almere. En natuurlijk hier voor de mensen voor Graz. Dit is niet normaal Almere. Als ik terug ben, ik kom terug met 2 gouden medailles, dat beloof ik bij jullie bij deze. En ik wil alle mensen van de Special Olympics bedanken dat ik dit nu mag meemaken. Dankzij hun heb ik de kans gekregen om te stralen. En dat heb ik al de komende week laten zien, maar nu schuilt het er echt vanaf. Team NL heeft inmiddels 7 medailles behaald. De gemeente Almere is voornemens de sporters volgende week te huldigen in de stad. Op welke manier is nog niet bekend. Bij de eerste editie was hij van de partij en ook dit weekeinde is hij er weer bij. Saxofonist Hans Dulfer speelt tijdens de 25e editie van het Sea Bottom Jazz Festival in Lelystad. Hij herinnert zich nog de eerste keer dat hij in Lelystad speelde. Heel Lelystad zijn gewoon enthousiaste jongeren. En wat er toen ook was, er kwam ook altijd veel jeugd, kwam er in elk geval. Ik weet niet of het nog zo is, ik heb de laatste 4-5 jaar er niet gespeeld geloof ik. Beelden uit vervlogen tijden, hier een optreden van Saskia Laroe tijdens het Sea Bottom Festival. Lelystad speelt lekker omdat het festival niet te groot is. Nou, het is in elk geval dat het alle maatregelen die er genomen zijn om het zowel bezoekers als muzikanten moeilijk te maken. Die zijn dan in zo'n Lelystad niet zo hoog opgestapeld. Naarmate iets groter wordt, ja, dat is heel logisch, dan krijg je meer problemen gewoon.
klein maar fijn, Sea Bottom. Wat Dover gaat spelen weet hij nog niet. Improviseren is nou eenmaal de kern van de jazz. Ik ben de leider van de band en ik zet wat in. En dat is het punt van vertrek. En daarna gaan we gewoon improviseren en komen er wel dingen langs. Maar die zijn gewoon om een bepaald iets af te sluiten en een bepaald iets weer te beginnen gewoon. Maar improvisatie is het belangrijkste karakter van de jazzmuziek. En dit was het nieuws van 23 maart. Straks RegioNet, maar nu eerst het weer met Robert de Vries. Morgen de laatste nieuwsuitzending vanuit dit decor. Een goedenavond en heel graag tot dan.